Ja, dit is hem dan. De nieuw beschreven garnalensoort die mijn begeleiders en ik met Naturalis nieuw hebben beschreven. Trots toont student Mike Groenhof de 1 mm grote garnalensoort die hij ontdekte. Voor mijn stageonderzoek onder leiding van wetenschappers Charles Fransen en Werner de Gier hier bij Naturalis heb ik gekeken naar een groep garnalen, zoals deze nieuwe garnaal. En daar zijn wij tijdens de analyses achtergekomen dat deze garnaal op een bijzondere plek terecht kwam. Dus toen hebben we hem nader onderzocht, hebben we hem ook gekeken naar de uiterlijke kenmerken van de garnaal en naar de gastheer, dus het dier waarin die leeft. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het echt een nieuwe soort betreft die nog onbekend was voor de wetenschap. De andere soort Odontonia leven allemaal in zakpijpen, zoals deze. Dit is een zakpijp. Maar de nieuwe soort leeft in deze jongens, in een tropische oester. Dus om dat kenmerk eigenlijk te benadrukken, hebben we hem ook een naam gegeven die daarop terugslaat. Namelijk Odontonia kerangcaris. Kerang het Indonesische woord voor schelp en caris het Latijnse woord voor garnaal. Om jullie nog een beeld te geven hoe de garnaal er ongeveer uitziet, heb ik hier een garnaal uit dezelfde familie erbij gepakt, Pontonia pinophilax. Hij is een stuk groter, behoorlijk anders dan de garnalen die we hier in de Noordzee hebben, omdat deze garnalen dus in een bepaalde gastheer leven. PhD Werner de Gier begeleidde de student bij zijn ontdekking. In de loop van de analyses kwamen er dus inderdaad achter dat er iets nieuws tussen zat. En Mike heeft het ontzettend goed opgepikt en ging er meteen achteraan. En op die manier zijn we erachter gekomen door weer terug te gaan naar de collectie, goed te gaan kijken naar het beestje, met behulp bijvoorbeeld van deze microscopen. En uiteindelijk hebben we hem dus beschreven als nieuwe soort. Nou ja, wat we doen is eigenlijk het beestje ontleden. Dus een garnaal zit helemaal vol met allemaal kleine onderdelen. Bijvoorbeeld 6 paar monddelen hebben ze. En die moeten allemaal heel goed bekeken worden om te kijken of dat er verschillen zijn tussen deze soort en de soorten die al bekend zijn. Een garnalencocktail met kerst wordt het niet met deze garnaal erin. Hij is erg klein en hij heeft 18 jaar in de alcohol gestaan. Dus erg lekker zou die waarschijnlijk ook niet meer smaken.